Welkom in Winner Wonderland. Holle Casino Venlo voor de Venlo Poker Series. €670 buy-in. Main event, 236 entries. 9 finalisten over €28.000 voor de winnaar. Chip lead voor Daan van Hoogmoed. Maar wie zit er ook aan de finaletafel? El Capitano, Antoine Franke, winnaar van de Dutch Open Ranking. En regerend Nederlands kampioen poker. We gaan kijken of hij hier in Venlo ook kan knallen. Het beste hier ever, kun je wel zeggen. Hè? Ja, ik hoop het niet voor je. Maar tot nu toe wel. Het kan alleen maar beter gaan. Ja. Oké, we gaan ervoor. Yes? Heel veel succes. Dax Hagens, vanaf de Big Blind dit race met Boeren. Hij driebet al in naar de race van Daan van Hoogmoed. Ja, Daan heeft azen. En een azen op de flop. Dan wordt het erg lastig voor Dax Hagens. 2% kans. Het is een vrouw. En de river is een 5. En dat betekent einde oefening voor Dax. El Capitano, Antoine Franke met de race. Na 15.000 vanaf de cut-off. Gasment, Bektashi weer rollen. Call van El Capitano. En Bektashi at risk. Aas 4 bij de Duitser. El Capitano met pocket 9's. De jas gaat al aan, maar hij flopt trips 4'en. De jas werd al aangetrokken. Bij Bektashi, boetje op de turn. Alleen maar een 9. Nee, het is zelfs kwad. Het is kwad en hij kan weer gaan zitten, Bektashi. Ja, jas aan, tas aan. En prompt trips floppen en kwads riveren. Alleen van Kruse en van Bektashi. Bektashi vanaf de button en Kruse vanaf de big blind. En daar gaan we. Kruse met pocket 4 en aasje 9 bij Bektashi. Aasje op de flop. En 10 op de turn, dan moet het een 4 zijn op de river. En dat is het niet. En dus is het douchen voor Kruse. Driebet van Harry Rutte. Antoine Franke geopend vanaf de hijack. Het driebet van Harry Rutte, 137.000 vanaf de cut-off. En daar is hij weer. Actieman, Gazement, Bektashi. All-in vanuit de small blind voor 1 miljoen. En daarmee zet hij de andere spelers onder druk. Franken heeft al gefold. Harry Rutte in de tank. 500.000 heeft hij achter nog. Hij driebet naar, 6 blinden. Hij heeft nog 22 blinden achter. Call van Harry. Hij zet risk aas koning tegen koningen van Bektashi. Harry hulp nodig. Een koning op de flop, dat helpt niet. Maar die twee klaveren misschien nog wel. Turn is een 9. Nee, dan is het douche voor Harry Rutte. Zo schakelt Bektashi weer iemand uit. Had hij deze keer wel echt een monster. Wacht even. Ja, inderdaad. Antoine is al in vanaf de button. Daan ramt er overheen. Antoine het risk, vaak met de minste hand. Aas 3 lijkt er bij Antoine. Tegen Aas koning. En hij heeft El Capitano. Oh, sorry. Aas, pardon. Wauw, ik dacht Aas 3, sorry. Aas bij Antoine Franke. Waar Antoine dat nou weer vandaan? Aas koning, vrouw 6-4, dat doet helemaal niks voor Van Hoogmoed. Asje erbij, dan is het dubbele geblazen voor Antoine Franke. El Capitano met de Rockets. Ja, ik denk dat we het gewoon beter gewoon die 15-90 kunnen geven. Alle punten en dan zijn we lekker vroeg thuis. Want die mag niet te verslaan. Mevrouw koning Boer. Wie zit er in de hand? Koslowski en Van Hoogmoed. Van Hoogmoed helemaal links in beeld. Een beetje onder de graphics. En helemaal rechts. Dan Koslowski met de pet op. Tapie en de call. Alleen een snap call op deze turn. Wat gaat er open dan? Koslowski staat meteen op. Hij heeft vrouw 7, ja, dat ziet er niet heel te best uit. Straat voor Van Hoogmoed. En Koslowski heeft nog, misschien nog wel verrassend veel outs. Een vrouw of een koning. En de river is een koning. Full house voor Koslowski. Hij gaat weer zitten. Wat een river voor de Duitser. Van Hoogmoed, de chipleader, krijgt een bad beat om zijn oren. Hij kan leien qua chips, maar toch doet het wel pijn. Franken met de race vanaf de button, 65.000. Van Hoogmoed in de small blind, hij gaat ervoor. All in bij Daan. All in wordt geteld, het antwoord komt. En Franken, denk nog even na. Daar is de call pocket 5 bij Van Hoogmoed. En Franken met 2 overs, koningvrouw. Antoine staat erbij, Daan blijft zitten, maar Daan is het risk. Vrouw meteen op de flop vandaan en 2 en 3 erbij. Nog een 3, nee, alleen een 5. En dan is het gedaan voor Daan. Einde oefening voor Daan van Hoogmoed. De toedoen van Antoine Franke. Zesde plek.
van tevoren op meer gehoopt? Een beetje wel, ja. Ja, ik begon ook nog vrij goed. Ik begon sowieso de dag als chipleader. En daarna ging het eigenlijk heel goed in het begin. En toen verloor ik wat potjes. En een grote win tegen Antoine, dat hielp niet mee. Die AC Koning tegen Azen. Dus het ging een beetje bergafwaarts. Maar soms moet het dan een beetje mee blijven zitten. En dat was helaas niet zo. Hand van Franken vanaf de button, all in. Fold van Bekteshi in de small blind en big blind is Giral, mag ik het dan nog zeggen? Cool. Van Giral, daar gaan we. Antoine het risk. Aas 8 tegen pocket 9 van Giral. 10-10-3. Een 9'tje, ja, dan is het meteen een douche voor Antoine. En nog een 9. Quad voor Samet. Antoine houdt over natuurlijk. Heel klein beetje houdt hij over. Quad 9 voor Samet Giral. De trots van Venlo. Oeh, hij krijgt er warm van. Zie je dat? En El Capitano. Ja, het is nu wel een heel klein roeibootje geworden waar hij mee moet doen. Twee blinden. All in bij Antoine. Een 9 en dat betekent dat het over is voor Antoine Franke. El Capitano, vijfde plek hier in Venlo. Fantastisch jaar achter de rug. Jij, Dutch Open winnaar allereerst natuurlijk. Nederlands kampioen, regerend Nederlands kampioen. Maar heb je erom ook die mooie trui aan? Rood, wit, blauw. Is dat expres? Ik had hem al eerder aangeschaft, maar hij is wel toepasselijk om nu te dragen inderdaad. Heb je de afgelopen jaar iets veranderd in je spel? Of meer gestudeerd? Of gewoon zelf tijdens spelen dingen aangepast dat het nu dit jaar zo goed gaat? Of is het ook een beetje variantie? Nou, eigenlijk sinds 2 jaar al meer gestudeerd met andere mensen over handen praten. En dat werpt wel zijn vruchten af. En nog steeds blijven praten daarover. Dat is heel belangrijk. Blijven leren, want het spelletje verandert, dus moet je mee veranderen. Blijven leren inderdaad, ja. Ik zie een all-in button bij Bekteshi. Na een pre-flop race van Ren vanaf Vindelijkun. En de call van Wen. Bekteshi, wat heb je dan? Bekteshi heeft aas boer. Oh, dat ziet er goed uit voor Wen, denk ik. Tiene. Oh, gewoon een flip voor 4,5 miljoen chips, jongens. Hoe kan dit? Flippen voor 4,5 miljoen van de 7 miljoen in play. Bekteshi tegen Wen. Een aasje. Een aasje op de flop. Dat ziet er slecht uit voor Wen. En dan moet de river een 10 zijn en een 10 only. En anders is het gedaan. Bijna gedaan voor Wen. Oeh, wat een flip, jongen. Hij beukt het erin. Hij beukt het erin gewoon. En Wen op sterven naar dood. Het is koning boer bij Wen. 2 schoppen op de flop. Maar ja, dat heeft hij niet zoveel. Want het is A6 schoppen van Giral. En Wen op zoek naar een boer of een koning. En de river is een 6. Dan is het nu wel echt einde oefening voor Twan. Wen, de 4e plek voor hem hier in Venlo. Er had meer in gezeten. Gezien verloop van de finale tafel had er denk ik iets meer in gezeten. Ja. We hadden het in de dinnerbreak zaten bij elkaar aan tafel. Hadden we nog over het onvoorspelbare spel van Bekteshi. Ja, en prompt ramt hij erin voor 40 blinden. Ja. Ik had misschien als ik iets meer geduld had gehad, dan was het misschien had ik iets verder gekomen. Waar die andere twee waren waren shorter dan wij. Maar het is zoals het is. Ik bedoel, als ik die flip win, dan is het toernooi zo goed als voorbij. Dus ja. En hier de chiplead van Bekteshi in beeld. Giral aan het stapelen. Hebben we al een hashtag Giral goes viral. Of wordt het back to Bekteshi. Of comeback Kozlowski. Kies toen maar de headline voor morgen op PokerCity.nl. All in de call. Kozlowski at risk met aasboer tegen koning 6 van Giral. 2 schoppen op de flop. Dat ziet er goed uit voor de Venlo. Nou ja, een flush op de turn en dus worden de handen geschud en ligt Kozlowski eruit. Mooi prestatie voor hem, €13.000 in de tas. En de heads-up gaat tussen Samet Giral uit Venlo en Gasman Bekteshi uit Duitsland. Stacks gelijk, 3,5 miljoen om 3,5 miljoen. Oeh, een hele grote toren bij Giral. All-in en een call. A6 en A's boer. Giral met de beste hand en de meeste chips, zo lijkt het. Daar staan ze, de strijders. En we gaan naar de flop. A's boer schoppen bij Giral. A6 bij Bekteshi. Dat is een goede flop voor de A's boer. Schoppen erbij op de turn. Schoppen koning. Kan nog een split pot worden natuurlijk. 9 outs bij Bekteshi. En dat is er geen winnaar hier in Venlo. Is Venlo naar Samet Giral. Ze gaan natuurlijk nog tellen. Ja, dat moet officieel. Natuurlijk moet er geteld worden. Dus laat ik nog even mezelf
Laat ik niet te hard juichen. Het klopt precies, er is inderdaad een winnaar. Het is Samet Giral Gasman Bekteshi. Dus hij is tweede, geen back-to-back Teshi voor de koning van de Kouberg. Maar de comeback heeft hij gemaakt. Het was lang worstelen voor Samet Giral, maar hij heeft de titel gepakt. Ja, fantastisch toch? In je eigen stad, hometown, eigen victorie. Ja, hij blijft lekker in Venlo. Over deze finale tafel, je zei het al even. Shortstacken, afwachten. Andere spelers, ging heel snel met de actie. Veel spelers busten om je heen. En op een gegeven moment kreeg jij de smaak te pakken. Begon je te dubbelen en had je ineens een stack. Ja, klopt. Belangrijke hand tegen Antoine. Was wel een lastige call, maar ja, ik denk hij probeert de blindside te pakken. Dus pocket 9 is opgepakt en ik dacht, ja, waag het één keer. En voor mij maakte je toen kwad tegen zijn aas 8, toch? Een beetje overkill natuurlijk, maar wel lekker natuurlijk op dat moment. Ja. We zien je bij de Dutch Open, man. Ja, tof. Gaan we doen. Had je die sowieso gespeeld of was dat pure ticket? Nee. Ik had nog geen planning, dus wellicht gaan we hem spelen als het lukt met de planning natuurlijk. Ja, je hebt nou een ticket, dus je moet eigenlijk wel, hè? Ja, eigenlijk wel, ja, maar... Dat moet ook maar kunnen met werken en dergelijke dingen. En natuurlijk, ja, dat is belangrijk. Dus we zullen zien. Nou, ik zal bij deze, als Samet gewoon even kan kokeren, de Dutch Open, dan wordt hij misschien wel Nederlands kampioen poker. Ja, ik ga een poging maken. Ik hoop het. Bedankt voor het kijken van deze video. Wil je nog meer video's zien? Die staan hier. En vergeet niet jezelf te abonneren door een druk op de knop.